Namaste. Mijn naam is Chandra van Sattva Healing en ik heb ook weer de inspiratie gekregen om een videoblog op te nemen. Dit keer gaat het over HSP, hoogsensitiviteit. Wat is dat eigenlijk? HSP betekent eigenlijk Highly Sensitive Person. Het is een benaming die de psychologen Alain en Aaron heeft bedacht of heeft geïntroduceerd om een helder beeld te scheppen van een label te creëren en van daaruit een aantal kenmerken te kaderen. En zij is eigenlijk degene die meer bekendheid heeft gegeven aan dit fenomeen. Wat zijn kenmerken van een highly sensitive person? Mensen met HSP, en dat is ongeveer 20% van de bevolking, zijn heel gevoelig voor sfeer, geluid, voor prikkels van buitenaf. Ze voelen dingen heel snel aan, zijn intuïtief heel sterk, hebben er soms moeite mee om dingen tegelijkertijd te kunnen verwerken, te kanaliseren, juist omdat ze extra veel prikkels opdoen. Ze zijn gevoeliger dan de gemiddelde persoon en zijn daardoor heel erg goed in details opmerken, zijn leergierig, zorgzaam, maar hebben ook een aantal dingen waar ze moeite mee hebben. De dingen waar veel HSP'ers last van hebben zijn onder andere nee zeggen, ruimte maken voor zichzelf als dat voor hunzelf nodig is. Maar als de aandacht gevraagd wordt van andere mensen, toch geneigd zijn om de aandacht te schenken aan de ander in plaats van kiezen voor zichzelf. Het is ook een heel proces voor HSP'ers om de eigen grenzen te leren kennen. Van wat zijn te veel prikkels voor me? Wat zijn prikkels voor me die ik wel aan kan? Helemaal in onbekende situaties. En dat zijn een aantal dingen, kenmerken, kwaliteiten waar highly sensitive persons mee te maken hebben. Het is iets wat al een langere tijd bestaat en door meer psychologen en onderzoekers is meegenomen. Er zijn ook verschillende onderzoeken gedaan. Ik zal een filmpje plaatsen van de vrouw waar ik het net over had. Dat filmpje dat vind je hier. In dit filmpje legt zij uit wat haar eigen definitie is en geeft ze heel helder en duidelijk uitleg. Dus ja, zeker een filmpje wat moeite waard is om even te bekijken. Mensen die hooggevoelig zijn, kunnen ook op allerlei manieren in hokjes geplaatst worden en in de psychiatrie terechtkomen. Of het labeltje opgeplakt krijgen van ADD, ADHD, autisme, noem het maar op. Dat zijn allemaal psychische stoornissen en klachten die hun eigen kenmerken kennen, maar ook dat stukje hooggevoeligheid. Mensen met autisme vangen ook extra prikkels op uit hun omgeving, alleen kunnen dat niet volledig en goed kanaliseren. En dat vindt ook allemaal in verschillende gradaties plaats. Reden waarom ik deze videoboodschap opneem is het volgende. Het valt mij op dat de groep HSP'ers meer zichtbaar wordt deze jaren. En dat is heel fijn. Wat mij ook is opgevallen is dat men steeds meer hun eigen gevoeligheid en gevoelens erkent. En dat is op zich ook heel erg prettig, waardoor mensen die die sensitiviteit wat extra hebben, meer aansluiting kunnen vinden bij de ander. En ook aansluiting kunnen vinden bij andere mensen die ook hoogsensitief zijn, want dat was eerst echt een taboe. Het valt me wel op dat als het gaat om sensitiviteit, dat er ook nog mensen zijn. Ik wist niet dat dat nog bestond, maar
er zijn nog mensen die dat gewoon wegwuiven als zijnde van, oh, dat is maar gewoon een vrouwendingetje. Dat zal vast wel komen omdat, als ze is overprikkeld geraakt, zal vast wel komen omdat ze een vrouw is en ongesteld moet worden. En nou, weet ik veel wat voor stereotype ideeën daarachter zitten. Maar HSP, daar hebben ook mannen last van. Of mannen kunnen daar ook last van hebben. Het is niet alleen een vrouw die overgevoelig reageert. Die je bij wijze van spreken chocoladereep moet toestoppen omdat ze anders jou opvreet. Nee, een persoon met HSP is juist iemand die heel dicht in tune, ja, heel dicht in verbinding staat met zichzelf. En mag leren om op een gebalanceerde manier in het leven te staan. Ik weet van mezelf dat ik HSP heb. Ik was me daar niet echt van bewust vroeger. Nou, ik wist wel dat ik dingen kon aanvoelen. Maar ik had niet in de gaten dat ik gevoelens van anderen zo duidelijk zou kunnen aanvoelen als mezelf. Ik had niet in de gaten dat alles wat ik drink of eet wel degelijk invloed heeft op mijn gezondheid. Ik had niet in de gaten dat als ik naar gewelddadige series of programma's kijk, dus dat ik mijn aandacht daaraan schenk, dat invloed heeft op mijn gemoedstoestand. Ik was mij niet bewust van al deze prikkels. En ik merk echt dat vanaf het moment dat ik bewust keuzes maak in mijn rustmomenten, hè, want ik heb best wel veel dingen in mijn leven, waar ik heel blij en dankbaar voor ben. Maar dat vraagt ook dat ik af en toe mijn rustpunten pak. Het vraagt van mij dat ik zo gezond mogelijk leef. Dus dat ik ook rekening hou met de manier waarop ik met mijn energie omga. Voor mij is het bijvoorbeeld niet gezond om elk weekend 2 of 3 dagen te gaan stappen na een drukke werkweek. Dan weet ik gewoon dat ik geen mens meer ben na een tijdje. Dus dit zijn allemaal kleine dingetjes die te maken hebben met HSP. Dit is wat ik jullie mee wil geven voor nu. En wat ik ook wil zeggen is, ieder mens heeft zijn eigen unieke talenten en kwaliteiten. Ik weet dat ik door de workshops die ik faciliteer, dus, en ook de mensen die bij mij komen voor consulten, dat ik daar heel goed op aan kan sluiten. Juist doordat ik hoogsensitief ben en daardoor helemaal kan voelen waar die ander zit. Ik kan er echt voor mensen zijn, omdat ik weet wat er speelt. Dat ik een paar lagen dieper kan gaan. Dat zijn mijn kwaliteiten. Ik weet dat dat ook voor mij een valkuil is om te veel hooi op mijn vork te nemen, waardoor ik op een gegeven moment overprikkel raak van allerlei prikkels waar ik niet op heb zitten wachten. Kijk, dat ik het druk heb, dat is punt 1. Ja, dus dat ik die activiteiten kies in mijn leven, dat ik bepaalde keuzes maak om met mensen af te spreken, heeft allemaal te maken met mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ik kies er niet voor om allerlei reclames op tv te zien als ik de tv aan doe. Ik kies er niet voor om de hele tijd in verbinding te staan met alles en iedereen in de buitenwereld. Helemaal niet als ik moet wennen aan nieuwe situaties. Dat is gewoon niet goed voor mij. Dus ik weet hoe ik in elkaar zit. Ik weet dat er mensen zijn die daar gewoon een beetje lacherig over kunnen doen. Nou, is prima. Ieder zijn eigen ding. Het zegt echt iets over een stukje invoelingsvermogen wat men op dat moment niet heeft in mijn situatie. Dat geeft op zich niks. Maar ik zou het wel fijn vinden voor mijzelf en ook voor andere mensen die met dit soort kenmerken mogen leven, dat er wederzijds respect is en begrip is. En dat je juist de kwaliteiten kan zien van die ander, in plaats van dat je alleen maar de ander een beetje in de zij probeert te zetten. Dat is hetgene en dat is de boodschap die ik eventjes op deze manier wil meegeven. Ik zou zeggen, het is december, dus het eind van het jaar 2015. Voor mij een heel mooi jaar waarin ik heb aangedurfd en aangeleerd om videoboodschappen op te nemen voor jullie. Ik merk dat daar een leuke respons op komt, dus dank jullie wel daarvoor. En volgend jaar ga ik daar zeker mee door.
2016 is een voltooiingsjaar. We zijn nu allemaal bezig. Echt vanaf 11 november is er een nieuwe omschakeling wat er plaats heeft gevonden. We zijn allemaal bezig om of een nieuw pad te volgen of een verfrist pad te volgen. We hebben mensen losgelaten. We hebben weer nieuwe mensen, werkplekken omarmd. We zijn bezig om naar 2016 toe te groeien. Dus laat gewoon gebeuren wat er gebeuren moet. Blijf lachen. Blijf tijd voor jezelf nemen. En ik wens jullie alvast een heel gelukkig, gezond, liefdevol en verbindend 2016. Voor nu, namaste.